The Rolling Stones. De grote kuip van het Feyenoordstadion was tot aan de rand gevuld. Welkom bij Stadion, een programma over de heilige drie-eenheid, Rotterdam, De Kuip en Feyenoord. In de periode waarin de beslissing valt over het nieuwe stadion, laten wij zien dat stad, club en stadion onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in verleden en toekomst. Stadion is een programma over visies, inzicht en dromen. Straks de droom van een architect en de droom van een voetballertje dat hoopt ooit in De Kuip te mogen spelen. En nu eerst deze oud-Feyenoorder die zijn droom al heeft gerealiseerd. Als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan Feyenoord, denk ik aan de Kuip. Dus wat dat betreft, ja, is dat één. Dat merk je aan alles, maar dat merk je al als je hier in Rotterdam binnenkomt rijden, dan merk je dat al. De mensen die dat misschien niet begrijpen of die ergens anders vandaan komen of wat dan ook, die kunnen dat misschien ook minder goed begrijpen. Dat had ik misschien in het verleden ook wel, minder. Maar ben je op een gegeven moment Feyenoorder, dan gaat dat niet meer weg. Dat heb je nu nog steeds. Maestro. Was goed, hè? Ja, lekker. Hoi. Hi. Hallo, dankjewel. Hallo. We mogen even door, geloof ik. Hi. Ja, nog wel, hoor. Als het nog niet veranderd is. Hier hebben we geschiedenis geschreven. Hier hebben we 8 jaar die trap op, trap af gegaan. Die tunnel door. En dan het veld op en dan die mensen. En ja, dat is... Ja, is één woord fantastisch geweest. Patrick Pauwe doelt daarmee natuurlijk op het kampioenschap in 1999. Maar vooral op de winst van de UEFA Cup in 2002. Toen steeg Feyenoord dankzij de steun van het legioen tot ongekende hoogte. Als ze achter je gaan staan, dan krijg je gewoon echt vleugels. Eigenlijk ben je beter dan dat je bent. Het leek wel of hij 2 keer zo hard liep. Het leek wel of hij niet moe werd. Het is zo frappant. Het absolute hoogtepunt was de gewonnen finale in de eigen Kuip tegen Borussia Dortmund. Rotterdam, dat nog rouwde om de vermoorde politicus Pim Fortuyn, veranderde in 1 avond in een compleet gekkenhuis. Waarbij de specialiteit van Pierre van Hooijdonk opnieuw doorslaggevend was. Vaak stond ik altijd bij die vrije trappen als linkspoot. En natuurlijk, op een gegeven moment moest je wel af en toe zeggen van, nou ja, neem jij hem maar, hè. Patrick Pauwe heeft dus een plekje gekregen in de geschiedenisboeken van Feyenoord als UEFA Cup winnaar en kampioen. Toch wordt hij vooral herinnerd aan dat ene moment na afloop van de finale in 2002. In het verleden ook al een paar dopingcontroles meegemaakt met Feyenoord en ook met de dokter natuurlijk, van Linschoten toen. En die wist al van mij ook een keer bij een uitwedstrijd, joh, laat de bus maar vast rijden. Pauwe komt er wel achteraan, want dat duurt altijd een tijd voordat hij geplast heeft. En dames, daar zo, het veld, het spelerstunnel, hè? Dus die dokter zegt, ga nou met je blote voeten op het gras lopen. Dat wil ook absoluut wel eens motiveren om te plassen. En dan hebben we de UEFA Cup gewonnen. En ja, dan sta je met je biertje in je hand. En dan zie je enkele supporters hier langs de kant. En die hebben dan een vlag bij, van Feyenoord natuurlijk. En die krijg je dan in je hand gedrukt. En lopen ze een beetje heen en weer met die vlag. En nou, dan zijn we dus hier gaan heen en weer lopen met die vlag, met een biertje. Ja, toen ga ik helemaal nergens op. En dat heb ik achteraf allemaal teruggezien bij de familie, die dat ook allemaal schijnbaar allemaal helemaal mee heeft gekregen. Dus dat was het verhaal van de vlag, het biertje in het onderbroek op mijn veld na de UEFA Cup finale.